Beste mensen, zoals u zeker weet, zijn we in Limburg getroffen door het hoogwater. En dat is ook in Pillemaas aan de orde. En ik heb op basis daarvan zojuist in afstemming met de voorzitter van de veiligheidsregio besloten om een noodverordening uit te vaardigen voor een deel van Baarlo en een kleiner deel van Kessel. U ontvangt daar nadere info over, maar ik wil in ieder geval iedereen dringend verzoeken om vanavond voor 9 uur uw woning te verlaten. En alle informatie die staat in de brief die u aangereikt krijgt. Persoonlijk worden die huis aan huis bezorgd. Ik begrijp dat het voor iedereen een hele moeilijke situatie is en wat het nogal wat betekent als u uw huis moet verlaten. En dat heeft een flinke impact. Ik wil u in ieder geval meegeven dat we ontzettend met u meeleven en dat we u zullen steunen daar waar het kan. En we vragen ook de bewoners die hun huis moeten verlaten om zoveel mogelijk bij familie en kennissen onderdak te vinden. En heeft u geen plek waar u kunt verblijven, dan kunt u terecht in Sporthal De Kazing in Baarlo. Ook daar is een opvangplek ingericht. We gaan samen een paar spannende dagen tegemoet. En het is afwachten wat nou precies de effecten zullen zijn van het hoogwater. En we doen er samen met de medewerkers van de gemeente Pillemaas, de mensen van de veiligheidsregio, waterschap en alle andere disciplines alles aan om de risico's zoveel mogelijk te beperken en op tijd maatregelen te nemen. En tot slot doe ik aan iedereen een dringend beroep om weg te blijven uit het gebied, de gebieden bij de Maas, zoals ik die ook zojuist genoemd heb. We kunnen nu even geen pottenkijkers gebruiken. De wegen die moeten vrij blijven voor evacuatie en voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. En de noodverordening brengt met zich mee dat ook mensen die in het gebied zijn waar ze niks te zoeken hebben, dat zij ook een boete opgelegd zouden kunnen krijgen. Dus ja, ik zou u willen vragen, doe het niet en geef iedereen de ruimte die daar ook wel moet zijn en het werk moet kunnen doen. We zijn als gemeente 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 077-30-5x6. En u kunt meer informatie vinden op de website www.pillemaas.nl. Ik wens iedereen die getroffen wordt door het hoogwater heel veel sterkte toe. En we denken aan u. We gaan samen de schouders eronder zetten. En ik wil één oproep doen. Pas een beetje op elkaar. Tot ziens.